Welkom bij weer een nieuwe NEC-update na de update van gisteren met Carlos Aalbers, technisch directeur van NEC, waar veel over gesproken is over die update. Want het ging natuurlijk over de 3 spelers die maar niks laten horen aan NEC. En NEC baalt daar enorm van. Daar komen we zo meteen nog eventjes op terug. Eerst maar even naar afgelopen zaterdag. De wedstrijd hier thuis in de Goffert tegen Cambuur. Weer een gelijkspel. Ja, het begint een zekerheidje te worden, die gelijkspelen van NEC. Maar goed, na afloop zei Rogier Meijer, de spelers waren wat vermoeid. Toch gebruikten die niet alle wissels. Waarom niet? Nou, dat had ook mee te maken dat soms als je wisselt, dan komen er spelers in die iets anders willen laten zien. En dat de organisatie dan niet altijd blijft staan zoals die stond. En ik vond dat we al moeite hadden om in de organisatie te blijven. Dus vandaar dat we ze hebben laten staan. En ja, dus dat eigenlijk. Ik zei straks tegen Lasse ook van, jullie wisten hele goede wedstrijden met hele slechte af. Heb je daar een verklaring voor? Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens, want ik denk dat we 2 keer een hele slechte wedstrijd hebben gehad dit seizoen. Dat was uit bij Sparta en uit bij Go Ahead, sorry. Ik denk dat we een aantal keer een hele goede wedstrijd hebben gehad, maar voor de rest halen we, vind ik altijd, wel een niveau dat we niet door de ondergrens zakken. Alleen, ja, uiteindelijk blijft achter de komma blijft dat je nog niet zoveel gewonnen hebt en ook niet zoveel verloren hebt. Dus ik snap wel wat je bedoelt, maar ik ben niet met je eens dat wij hele slechte wedstrijden afwisselen met hele goede. Alleen, we moeten vaker een wedstrijd winnen. Dan hebben we ook even met de aanvoerder van NEC gesproken, Lasse Schöne. Ja, hoe zou nou net dat kwartje jullie kant op kunnen vallen? Nou ja, ook een beetje overtuigen natuurlijk. Dus we creëren, ik weet niet hoeveel kansen. En we hebben heel veel voorzetten gehad, ook tegen een Cambuur. Ja, en soms moet je misschien even de geluk opzoeken. En, of maar een keer wat opportunistisch te spelen. Of, en dat bedoel ik niet alleen maar lange ballen te spelen. Misschien de bal iets eerder erin gooien. En dan valt hij misschien ook een keer goed. Maar goed, de geluk is ook niet altijd aan onze kant. Maar dat, niet dat dat een excuus is. Maar ja, dat hij niet goed genoeg is, dat is duidelijk. Dat soort wedstrijden moeten we gewoon winnen. Ja, jullie praten erover. Je zegt het heeft misschien ook wel iets met vertrouwen te maken. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar wij hebben natuurlijk, daarvoor hebben we natuurlijk ook goede wedstrijden gespeeld. Dus natuurlijk die we in een periode zitten waar we alleen maar slechte wedstrijden hebben. En de Cambuur was niet goed genoeg, maar wel, waren wel de betere ploeg. En we hebben heel veel kansen. Je stelt volgens mij 200-300% kansen. Ja, dan moet je ook soms jezelf belonen in dat situatie. Dus dan speel je ook wat makkelijker. Vooral een ploeg zoals Cambuur die natuurlijk een mindere periode hebben. Ja, dan breken ze wel wat makkelijker als je je kansen afmaakt. Dan nog even terugkomend op de update van gisteren met Carlos Aalbers. Het ging natuurlijk over die 3 spelers waar NEC niks van hoorde. Nog steeds niks van hoort. Het gaat over Ivan Marques, Sofiane El-Karawani en Bart van Rooij. En die Bart van Rooij die was de afgelopen week niet op de training. Zou dat er iets mee te maken hebben? We vroegen dat gisteren ook even aan Carlos. Ik weet het echt niet. Nee, okay. Maar dus heeft er echt niks mee te maken. Nee, dat kan ik hier ja, met 100-200% zekerheid zeggen. Ja. Ja, en wat blijkt nou? Bart van Rooij heeft last gewoon van een blessure. Daar komen we zo meteen nog eventjes op terug met trainer Rogier Meijer. En Rogier Meijer, speelt het voor hem nog op het veld dat ze niet willen praten? Op het veld is dat geen issue op dit moment, omdat op het veld beoordeel ik ze gewoon ja, zoals alle andere spelers. En zijn ze ook onderdeel van het elftal en dat hebben ze tot nu toe, vind ik, ook alle 3 uitstekend gedaan. Je kunt niet zeggen in wedstrijden en ik kan niet zeggen in trainingen dat ze met de pet naar gooien. Maar ja, ik begrijp wel voor de club en ik ben ook onderdeel van de club, is het wel gewoon een lastige situatie. En ja, dat is wel iets waar je voortdurend over nadenkt hoe je dat kunt sturen en waar je dat misschien wel of niet moet gebruiken. Ja, dan de wedstrijd van aanstaande zondag tegen Excelsior. Op zondag, carnavalszondag hier. Ja, dat wordt zeker onder de rivieren natuurlijk gevierd. Is trainer Rogier Meijer eigenlijk een beetje van de carnaval? En vindt hij het dus erg dat hij zondag moet spelen? Deze vraag had ik niet verwacht, moet ik zeggen. Nou, ik ben niet echt een carnavalist. Nee? Nee, ja, ik ga er wel naartoe als het kan. Maar het is niet zo dat ik niet buiten carnaval kan. Maar ik kan minder goed buiten voetbal, dus ik vind het wel lekker om te voetballen. Maar zondagavond 8 uur is nou niet het meest ideale tijdstip. Ja, hier werd het ook een gelijkspel. Wat verwacht je nu van hun? Eigenlijk hetzelfde strijdplan van hun weer? Nou ja, de laatste wedstrijd hebben ze nog wel gevarieerd, ook in hun formatie. Hebben ze ook met 5 verdedigers gespeeld. Nou, dat is even afwachten of dat ook zo is. Maar over het algemeen, als ze niet de bal hebben, dan schromen ze niet om in te zakken en in de omschakeling te spelen. Dus ja, daar zullen we wel rekening mee moeten houden. Ja, Tanaan is er ook niet bij, geschorst. Jordi Bruin, is hij fit om te starten? Ja, die is ook de laatste 2 wedstrijden ingevallen, dus die kan zeker starten. Nou, we hebben Matson die daar ook kan spelen. Dus wat dat betreft hebben we wel keuzes om dat op te vangen. En ja, zoals zondag blijken wie, maar daar komen we wel uit. Dit was hem dan weer, de NEC-update van deze week. Zondag is de wedstrijd dus tegen Excelsior uit. Om 8 uur de wedstrijd. Mocht je er niet naartoe kunnen, het is allemaal live te volgen. Natuurlijk bij ons op de radio of via onze website rn7.nl. Klik dan even naar live luisteren. Wij zijn de volgende week weer met een nieuwe update. En dan de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen FC Volendam. Graag tot dan.